hier. Ja. Hier buurtbewoners en wij zijn getrouwd met elkaar. De reacties die ik hoor, mensen die hier komen bekijken, enthousiast zijn en we zijn er allemaal blij om dat deze plek toch red is, dat functioneel is op dit moment. Really nice, really enjoyable. I think it's truly amazing. I've just finished reading the history and I'm in full support of what's going on here. De sfeer is goed, gezellig. Ja. Absoluut, ja. Goede sfeer. Prima. Leuk dat er voor gekomen is. Leuk dat jullie bezig zijn. Leuk om te zien. Heel veel werk gedaan hier. En heel mooi. En het is echt een mooie plek om te staan. Met mooie mensen en een mooie sfeer. En echt top. No puedo, hay peor pecado que de no seguir a la bandera. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos. Quiero, no puedo. I've biked past it many times, and I've often wondered what goes on here. I've seen people working and also sitting out in front, and I just wasn't sure. It seemed like a cool place to be, but I never wandered across. Today, I saw a community of people united and just enjoying life and just living in a space that needs to be lived in and needs to exist. We went to the beach today, we came back and we crossed the table over there and they just started talking to us. There's a nice opening and we should go inside and take a look, and that's how we came. It was, yeah, about, I don't know, 7 hours ago. We still yeah. Ik ben hier ook wel eens geweest, een handje mee geholpen. Maar het is gewoon patchy af, zeggen de Nederlanders, weet je. Het is gewoon goed gedaan, heel leuk gedaan. En, het is een geweldige opening met verhalen erbij en foto's erbij en het feest is gewoon boven de verwachting. Het is geweldig. Iedereen is cool en relaxed en ze genieten ervan. Geen woord eigenlijk. Dat is geen woord hiervoor. Heel mooi wat ze gedaan hebben. Heel mooi. Ja, ik ben ook bij de buurtcheck. Ik zie je dat. Steek je hand omhoog. Ah, ik zie je. Kijk mij. Kijk mij, naar rechts kijken. Kijk mij. Have done a lot of work to make this place look like it does, and yeah, it's really nice. It's really enjoyable to sit here, drink a beer, have a nice time, and just relax. Wat mijn vrienden doen is een goede zaak. Ze hebben een plekje overgenomen dat helemaal in shit verdwenen was, in de shit van de drunkards en de daklozen, en dat was bijna niet meer in te komen en adem te halen, en ze hebben daar een fatsoenlijk
een plekje voor gemaakt, van gemaakt. En volgens mij kunnen ze daar nog heel veel van maken. En vooral voor de buurt, voor de kinderen, voor de ouderen, voor de buurtmensen. Het kan wel een meeting point zijn, weet je. En dat gaat dan ook weer samen. Dus de krakers zijn nog niet dood. Hey! My first impression was that another really cool new experience in Amsterdam. I mean, not to make that too personal, but I thought the place was really nice. And it was nice to see people, and everyone seemed to be congregating here, and I think it's nice. Met de middelen die jullie hebben, ziet het er heel leuk uit. Opgeruimd, want het was hier echt een bende, heb ik begrepen. Het lag hier vol met stront en zo. Wat ik overigens nooit heb opvallend, dat hier hebben junken ook gezeten en daklozen. Maar ik heb nooit iets gezien. Ik denk dat die altijd heel laat kwamen, want ik kwam hier heel vaak met de hond even lopen. Ook in de avond, maar ik heb nooit iets gezien. Dus, en voor wat ik heb gezien, hoe een bende hier het was, vind ik het echt goed opgeruimd. Dus ja, de middelen die jullie zullen niet een zak met geld hebben staan. Dus ziet het er goed uit. Excited about the future of this place, especially upon reading the history, and it just seems really great. Actually, yeah, I plan on my bikes across the city to come here and see the progress and see what happens, and maybe even to tell people at the college I'm with right down the road about it. I think it's a really good thing. I'm curious about the future, but who knows what that is. But I want it to be good, because I think this place should be here. Jonge mensen hier leuke dingen gaan doen, leuke ideeën opdoen. Van ideeën die ze hebben, hier wat meer kunnen uitwerken misschien. Uh-huh. En inderdaad, niet commercieel. Het zou leuk zijn als het bleef. De toekomst kan niet meer zoals het altijd vroeger was. Zoals het altijd vroeger is geweest, kan. Ja, ja, ja. Maar dat betekent dat ze gewoon met alternatieven moeten komen. Alternatieven in de zin, vroeger is dood en lang leven de nieuwe, weet je. En herboren zijn, opnieuw geboren zijn. En proberen toch iets goeds te doen, daar gaat het om. Voor de mensen, voor de omgeving, voor de zwakke mensen, voor de buurt, voor de kinderen. Niet in de kapitalistische sfeer, maar iets daar alternatiefs, dat bestaat. Het is ook weer een rijkdom voor Nederland, een rijkdom voor Europa en rijkdom voor de hele wereld. Weet je? Die mensen mogen er bestaan. Ik ben zelf geen anarchist. Ik ben ook nooit een kraker geweest. Maar ik hou van deze mensen. Deze mensen zijn goed. En ze zijn mijn vrienden. Blijf maar zo doorgaan, niet opgeven en ook niet werk stoppen. En maak van dit gebouw een juweeltje in Amsterdam-Oost, in heel Amsterdam, dat iedereen zegt, wauw man, hier asiel, daar moeten we wezen. Voor kunst, voor cultuur, voor feesten, voor allerlei goede activiteiten. Voor de mensen, door de mensen. Woo!
creëren. Soms krijgen we dat. Zoals vandaag. Het leek er vanochtend even niet even op dat het helemaal niet door zou gaan. We hebben vanochtend nog een rechtszaak gevoerd, zodat dit mogelijk zou zijn. Door een wonder hebben we die gewonnen en staan we hier allemaal. Heel warm en heel hard applaus voor iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt. En voor alle mensen die hier zijn gekomen om het zo'n gezellige dag te maken. Verder wil ik jullie er nog even op wijzen dat dit hopelijk het begin is van iets heel moois. En daar gaan wij in ieder geval hard aan werken. Maar mochten jullie daar ook zin in hebben, werk dan lekker hard mee. Kom langs, bied je hulp aan, doe wat je kan, schrijf je naam in het gastenboek. Kom maandag naar de commissie wonenvergadering in het stadsdeel Huis. Verzin zelf iets leuks. Zodat we hier nog lang kunnen blijven zitten, want het wordt heel moeilijk. Wij gaan heel hard moeten vechten om hier verder iets moois van te moeten maken. En we riskeren een boete van 25.000 euro per spijker die we verder dit gebouw indrijven. We gaan ons best doen om daar niet aan te voldoen, hoe zal ik het zeggen? In ieder geval, we gaan ons best doen. Allemaal hartstikke bedankt. Bedankt voor een fijne avond.